Norbert Buk zit vast in een diepe modderpoel en hij zit op een paard. Norbert Buk zit vast in een modderpoel en hij zit op een paard. Begrepen, commandant. Laat Ellen met Phoenix komen, dan zien we haar daar. We moeten een dier redden, dus ik heb graag dat jij ook meekomt, Leni. Oké. En dan wil ik er nog één... Arnoud. Kom op, we gaan. Ellen, vergeet niet je sirene af te zetten, anders schrikt het paard. Begrijp het dan. Het is echt nooit op televisie, hè? Zo dichtbij mogelijk, Ellen. Ik breng eerst Norbert in veiligheid en daarna moet het paard in een harnas. Arnoud, hou jij haar rustig? Ik? Ja, je kunt het, Arnoud. Nou... Maak jij je nu maar helemaal niet ongerust. Hup. Rustig maar, Norbert. Ik heb je. Phoenix haalt je er wel uit. Nou, ik zeg Phoenix, maar technisch gesproken is het een vierwiel aangedreven off-road terreinwagen. Goed gedaan, Arnoud. Bedankt, Sam, voor deze tweede kans. Dat heb je goed gedaan, Arnoud. Je mag zo voor me komen werken als je wilt. Is er nog iets dat jij wilt zeggen, Norbert? Ja, als dat stomme paard normaal had gedaan, had ik gewonnen. Nou, het spijt me, brandweerman Sam. Ik wou alleen maar winnen van Jaap. Maar dat is je niet gelukt, hè? Het insigne gaat naar diegene die de kaart correct hebben gebruikt. Goed gedaan, Jaap. Je was super geniaal. Zoiets liefs heb je nog nooit tegen me gezegd. Oh nee! Kijk nou mijn glazuur. Deze ga ik echt vangen. Je hebt er nog niet één gevangen, Norbert. Als ik deze niet vang, dan krijg jij van mij mijn helikopterpet. Oké. Ik heb hem. Oh. Mam, ik moet die frisbee vangen. Oh, nou weet ik van wie ik het heb. Oh nee, Manny gooit de reddingsboei. Oh, ik ga Ben halen. Kan niet, Norbert. Pa zegt dat je piekepolder eiland is. Ik bel oom Sam. Diebertje, Puk, Hanna en Jaap drijven richting zee met een enorme verjaardagstaart. Diebertje, Hanna en Jaap drijven richting zee met een enorme verjaardagstaart. Jenny, jij gaat mee naar het Maritiem Reddingscentrum. Elvis, jij helpt brandweercommandant Staal. Komt in orde, Sam. Thank you.
Jij helpt Diewertje, ik help Jaap en Hanna. Begrepen, Sam. Oh, nou heeft mijn taart een natte bodem. Laat die taart los en pak deze vast. Red Jaap maar eerst, Sam. Ik kan beter zwemmen dan hij. Weet je het zeker, Hanna? Absoluut. Waar is Hanna? Hanna! Kijk, ik heb Jupiter! Als ik als koning der draken een vuurspuwende draak heb, dan ben ik de allergrootste koning ooit! Ha! Aanschouw de draak! Wauw! Hij is kikkie! Hij is cool! Hij staat in de fik! Wat? Wow! Oeps! En hij komt recht op ons af! Ah! Oh nee! Hij rolt naar de kazerne! Ik ga maar eens bellen met brandweerman Sam. Een vuurspuwende draak heeft de schuur van Bessie in brand gestoken. Oh, weer eens wat anders. Een vuurspuwende draak heeft de schuur van Bessie in brand gestoken. Maar mijn Bessie staat daar! Brandweerman Sam, zuurstof 100%. Het vuur is nu uit en met Bessie is alles goed, commandant. Oh, dank je, Sam. Nou, Ellen, ik heb dan misschien geen rooktraining gedaan vandaag, maar ik heb wel gevochten met een vuurspuwende draak. Zeg dat wel, Elvis. Oh, nee. Zo te zien krijgt die arme Norbert straks goed de wind van voren. Hoezo, van Sam? Nee, erger. Norbert, look! Het is toch niet waar dat jij bijna commandant Staals Nelly... Nee, mevrouw Saint Bessie. Commandant Staals Bessie in brand stak? Het spijt me, mam, maar ik deed het echt niet met opzet. Ik weet een ongelukje was, Norbert, maar je speelde met lucifers. En dat is één ding wat je nooit mag doen. Ik weet het, brandweerman Sam, maar ik zal het echt nooit meer doen. Twee ovenbranden worden gemeld bij het Volviscafé. Twee ovenbranden worden gemeld bij het Volviscafé. Jenny, jij en Arnoud gaan met Venus. Wij nemen Jupiter. Begrepen, Sam. Zuurstof, 100%. Arnold, jij sluit de elektriciteit af. Jenny, jij brust de vuur boven. Begrepen, Sam. Stroom eens uit, Sam.
Sam! Sam! Het is gelukt! Ik heb eindelijk mijn dierenreddingspak uitgekregen. Ik kan helpen blussen. Het spijt me, Elvis. Je bent te laat. Het vuur is uit. Oh. Wacht! Hij is niet te laat. Wat is er, Hanne? Er liggen ook veel pizza's in onze oven. En hij staat behoorlijk hoog. Oh nee, die staan misschien ook in brand. Ik ben al onderweg. Zuurstof, 100%. De stoom is op. Ontzettend. Ik zei dat ze die ovens moesten volproppen met pizza. Ik was ietsje te bazen. Ietsje? Ik weet dat je je opa probeerde te helpen, Jaap. Maar het was beter geweest als je op je vader of moeder had gewacht. Het spijt me, Sam. Wij hadden ze in de gaten moeten houden. En nu heeft opa dus geen pizza's voor zijn spoorweggala. Ik denk dat ik wel weet waar ik nog iets lekkers kan halen. Oh, geen paniek. Ik kom je redden. Rustig maar, Lady Pufferboot. Ik heb mijn piekenpolder pionier zweminsigne. Hey, dat is Lady Pufferboot. Kom hier, Lady Pufferboot. Kom hier. Oh, en dat is mijn Norbert. Laten we brandweerman Sam maar weer bellen. Zo. Keurig netjes. Fijn, Elvis. We slaan het hier op tot we terug kunnen brengen. Sorry, nog één onderdeel. Norbert en Lady Pufferboot zijn in de rivier gevallen. Norbert en Lady Pufferboot zijn in de rivier gevallen. Elvis, neem jij Saturnus. Stop! Rustig, bevinden ze wel. Ik lanceer Saturnus nu. Daar is hij. Norbert, let op vangen. Meld je, Elvis. Norbert is veilig, maar ik zie de hond niet. Saturnus heeft Lady Pufferboot gevonden. Ze drijft af richting de oceaan. Dat gaan we nooit halen. Jawel, als we hier afsnijden. Let op, Jenny. Ik heb hem. Meld je, Elvis. Lady Pufferboot is veilig, gezond en behoorlijk levendig. Juffrouw Chen rijdt in een bus vol kinderen die niet kan stoppen. Juffrouw Chen rijdt in een bus vol kinderen die niet kan stoppen. Jenny, jij en Elvis nemen Phoenix. Ik neem Mercurius. Begeven ze op. Zo, nu kan iedereen in Piekenpolder zijn vitamintjes weer komen halen. Moet u naar
Nelly, niet huilen. Dit is echt veel leuker dan een superachtbaan. Ik heb je al gezegd, ik hou niet van aards. Links of rechts? Links, rechts! Oh nee, het is dinsdag. Dus? Dan wordt het karton ingezameld. Hey! Hierheen! Nee, hierheen! Nee, daarheen! Zo negatief. Ik wil naar mijn moeder. Ik ga nu overspringen. De motor is nu uit, maar u kunt nog niet remmen en u gaat rechtaf op de oude ruïnes. Elvis, ik wil dat je een touw naar de bus gooit om hem af te remmen. Bedoel je? Ja. Pak je lasso en gooi je maar, cowboy. Jenny, nu vol op de remmen. Gelukkig. Superspion, scène 57. Afrekening in het Hol van de Leeuw. Actie! Ah, meneer Blond. Ik verwachtte u al. Rolvinger, mijn aartsvijand. Het is een val. Nummer 2, bind de gevangenen vast. En stop! Bind de stut bij me vast. Ik wil niet meer in een film. Of vastgebonden worden op een stoel. Zit toch niet zo te zeuren, Jaap. Je hoeft alleen maar een straal zonlicht met dit vergrootglas op te vangen om het touw door te branden. Kijk zo. Het is toch simpel? Actie! Stop! Stop! Wie heeft het nummer van brandweerman Sam? Jaap Jansen zit vast in een garage vol brandende olievaten. Jaap Jansen zit vast in een garage vol brandende olievaten. Sorry hoor, Brit. Het is een oliebrand. We hebben de schuimblusser nodig. Begrepen, Sam? Zuurstof, 100%. Jenny, sluit de elektriciteit af. Zij de hoofdschade Thank you.
alles goed met je, Jaap? Hij is ongedeerd. Het is beter om oude olielappen niet te laten slingeren, vanwege het brandgevaar. Het spijt me vreselijk, Sam. Ik zal voortaan echt beter opletten. En Norbert Puck, als jij weer eens een film maakt, wil ik dat de volwassene het hele project begeleidt. Ja, brandweerman Sam. Het spijt me. En het spijt me dat ik je zo erg in gevaar heb gebracht, Jaap. Norbert, we kunnen niet meer verder. Door al die reddingen zit mijn geheugenkaart vol. Oh? Al die reddingen? Norbert Puck is James Blunt, internationaal brandblussende superspion. Ik geloof van wel. Ik bel meteen brandweerman Sam. Ik ben blij dat ik kan meedelen dat Radar 100% gezond is en gelukkig. Hoera! Maar toch snap ik het niet, Leni. Waarom voelt Radar zich dan niet zo lekker? Ik heb geen flauw idee. Goed gedaan, jongen. Nou, dan verdien jij een lekker chocokoekje. Nee, Elvis. Honden worden erg ziek van chocola. Heb je hem soms veel chocokoekjes gegeven? Nou, nee. Ja, misschien een paar. Mysterie opgelost. Oh! Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif! Jenny, jij en ik gaan met Venus. Elvis, roep Tom op met zijn helikopter. Ja, begrepen, Tom! Doe je best, jongen! Ik ben trots op je! Sam! Ik zie hem, Radar. Oh jee. Ik heb je. Je moet echt veel voorzichtiger zijn, Klaas. Dit had vreselijk kunnen aflopen. Je hebt gelijk, Sam. Bomenklimmen zit er voor mij niet meer in. Maar het is mijn schuld dat je in die boom geklommen bent, Klaas. Het spijt me heel erg. We probeerden alleen maar de vos te vinden. De vos? Het spijt me zo, mam. Ik was vergeten dat jij zei dat een vos een wild dier is. En omdat ik hem op een hond vond lijken, deed ik de kooi open om hem eten te geven. En toen was hij weg. Bedoel je soms deze vos? Ja, die vos. Norbert en ik gingen op zoek, maar we konden hem helemaal nergens vinden. En is hij terug? Hij heeft zijn eigen weg teruggevonden. Hij wist blijkbaar dat hij hier te eten kreeg. Nou, zo te zien is iedereen tevreden. Betekent dat dat het deze keer nu eens niet mijn schuld was? Wacht eens even. Jij was degene die zei dat vossen op honden lijken. Nou, deze dan misschien niet. Of misschien dat ik net aan een ander dier dacht. Een wolf of een panda. Een vis. Nee, een eenhoorn. Of een kleine olifanten. Goed. Kom maar op met de show. Hallo, Piekepolder. Goed gedaan, Elvis. Oh, ja. Goed werk, Kispijn. Altijd geweten dat je het in je had. Ja. Goed, alles is veilig, mensen. Terug naar de kazerne. Nou, ik hoop echt dat Mark het net zo goed doet als ik. Hallo, Piekepolder. Ik wil jullie voorstellen aan het allernieuwste lid van mijn band,
De Snaarmeester 2000. Ik ken een plek, daar is iedereen te gek. Je nieuwe gitarist klinkt niet helemaal als Elvis, hè, pap? Dat komt er wel. Zet hem maar helemaal open, ja. Oh jee. Oh nee, Elvis had dat echt anders gedaan. Pap, je moet daar weg. Schiet op, bel alsjeblieft, brandweerman Sam. De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark Voet heeft het toneel in brand gezet. De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark Voet heeft het toneel in brand gezet. Elvis, jij en Ellen gaan met Jupiter. Jenny, jij en Arnoud nemen Venus. Ik neem Mercurius. Ellen, Arnoud, breng iedereen in veiligheid. Elvis, schakel jij alle stroom uit. Jenny, wij beginnen met blussen. Begrepen, Sam. De stroom is eraf, Sam. Ik denk niet dat ik de Snaarmeester 2000 ooit in de winkel zal zien liggen. Achteruit, mensen. Ja, jullie moeten minstens 5,5 meter verder weg voor maximale veiligheid. Brandmeester Sam. Zet je schrap voor de penalty van de eeuw. Stop! Kijk en leer van een professional. Zo hoor je een strafschop te nemen. Oh jee. Het is een eigen goal. Yes! Goal? Vergeet die voetbal, Norberto. En doe voorzichtig met die... Eten. Mamma mia! Wat doe je? Au. Het spijt mij. Ik ren dit wel op. Jij haalt de pepperoni pizza uit de oven en brengt hem naar Ben op de kade. Oké, Bella. Het is niet eerlijk. Ik mis de wedstrijd en dat komt allemaal door die stomme pizza's. En zo moet je dus aanvallen. En zo moet je dus verdedigen. Nou, ze hebben ons geloof ik niet meer nodig. We kunnen net zo goed naar huis gaan. En zo maak je dus een omhaal. Oh, mijn rug. Deze pizza ruikt een beetje aangebrand. Een beetje veel aangebrand. Oh nee, help! Brand! Er is een grasbrand in Piekepolderpark. Er is een grasbrand in Piekepolderpark. Jenny, wij bestrijden het vuur vanaf de voet van de heuvel. Elvis en Ellen, iedereen bij de kraam evacueren. Zuurstof 100%. Voorzichtig, Sam. Staat hij soms onder water? Kan erg glad zijn. Wow! Rustig maar, Mandy. Ik kom naar je toe. Ah,
Alles goed, Mandy? Wil je wat water? Oh, bedankt, Jenny. Ik gleed uit, maar ik heb verder niks. Het is wel behoorlijk stijl. Wat denk je, Jenny? Ik kan haar niet omhoog dragen. Er is niet genoeg ruimte voor twee. We moeten iets anders bedenken. Wat is dat voor geluid? Wat gebeurt er daar beneden? Ik hoor brandweercommandant Staal die aan de handkar werkt. Oh, ze zal intussen wel vleugels hebben en ondersteboven hangen. Arme Mandy Vleermuis. Max, heb je een kaart van de grotten? Ja, natuurlijk. Dit is de grot. Die gaat vanaf hier de berg in. En de oude mijntunnels lopen van de andere kant de berg in. Ze raken elkaar bijna. Precies waar Mandy vastzit. Klaar voor vertrek. Met dank aan twee experts. We hebben ook twee bestuurders nodig. Wie gaat er met me mee? Jij bent de expert op reddingsgebied, Norris. Jenny, hoor je me? Jenny! Sam! We zijn hier! Sam! Daar! Achteruit, Jenny! Ja, blijf achter me, Mandy. Jenny, de hele berg beweegt! Rustig maar, Mandy. Het is Sam. Nou ben ik hem ook nog kwijt. We treffen weg. We kunnen maar één ding doen. Help! Help! Wat is dat? Dat zijn Norbert en Dirk. Oh, nee. Sam, help ons. We kunnen niet meer terug. Hier komt het touw. Ja, dank je. Jullie moeten toch echt beter uitkijken. Sorry, Sam. Oom Sam, kijk daar. Oh, nee. We moeten dat vuur doven voor het zich verspreidt. Wat? Waar zijn de kloppers? De wat? De brandkloppers. Ah, luister. Dat zit zo. Dat waren onze roeiriemen. De laatste keer dat we ze zagen, dreven ze stroomafwaarts. En dat is Norbert's schuld. Maakt niet uit wiens schuld het is. Als we dat vuur niet uitkrijgen, verspreidt het zich razendsnel. Het is niet gebroken, alleen zwaar gekneusd. Gelukkig, Ellie. Wat is hier toch in vredesnaam gebeurd? Men houdt ons gezond en fit. Nou, hopelijk zijn jullie begonnen met een goede warming-up. Nou, En een rustige opbouw. Er is een bosbrand bij de molen. Er is een bosbrand bij de molen. Wacht even. Waar zijn jullie van plan heen te gaan? Deze ploeg is niet fit genoeg om te werken, hoor. Maar er is brand in het bos. Ik ben bang, commandant, dat het aankomt op ons twee. Wat? Oh, juist, ja, wij. Ik pak even mijn helm. Op veilige afstand blijven, jongens. De hulp is onderweg.
Waar zijn de andere commandant? Dat leg ik later uit, Sam. Maar wij zijn er nu en we staan tot je beschikking. Oké dan. Dan gaan we maar eens aan het werk. U neemt allebei de slangen. Ik neem de klopper. Mijn mobieltje ligt in de tent. Ik ren naar het reddingscentrum om daar hulp te halen. Klaas en ik brengen de kinderen in veiligheid. Kom op, jongens. Oh, en nu maar hopen dat die brand niet overslaat naar het bos. Goed gedaan, Jaap. Je bent geslaagd voor de brandweerman Sam-opdracht. Hoera! Goed, ik ben bijna aan het eind. We zijn klaar! Oom Sam, ik heb iets anders gezien. Maar niet in huis. Wat is er dan, Jaap? Er is brand op de berg. Maar daar zitten de pioniers. Ik bel de kazerne. Er is brand op de Piekepolderberg. Er is brand op de Piekepolderberg. Die bergpaadjes zijn te smal voor Jupiter. We gaan dus met Venus. Waterkanon, Jenny. We moeten het vuur beperken. Komt in orde. Het vuur wordt al minder, Jenny. Maar we kunnen wel extra hulp gebruiken. Hou vol, Sam. Ik kom eraan. Dat kwam goed van pas. Norbert, wat doe je nou? Pa zei nog dat dat niet mocht. Ik test hem alleen maar. Nou en, ben je bang dat ik hoger spring dan jij? Nee, natuurlijk niet. Nou, kom erop, Mandy. Bewijs het maar. Oké, opzij. Ik zing spontaan de liedjes die ik ken. Maar ik vergeet echt niet dat ik eens brandweerman ben. Ik hou van rock en zet mijn beste beentje voor. Maar ik ga uit mijn dak als ik een brandalarm hoor. Dingeling, dingeling, nog een refrein. Iedereen weet toch wel dat we brandweerman zijn. Hahaha, ik ben de beste opspringer. De beste opschepper, zou je bedoelen? Oh nee! Ik bel meteen brandweerman Sam. Mandy, Voet en Norbert Puk zitten op een opblaasbaar springkasteel en drijven naar open zee. Mandy, Voet en Norbert Puk zitten op een opblaasbaar springkasteel en drijven naar open zee.
gaat noord-noordwest, Sam. Begrepen, Ben. Dit is allemaal jouw schuld, Norbert Buck. Niks aan de hand, Mandy. Dit ding zit vol met lucht, dus we kunnen niet zinken. Oh, nee. Heb je hem weer? Nee. Niet doen. Ga weg. Oh. Hou vol, Mandy. Volhouden, Norbert. Ik glij weg. Dankjewel, brandweerman Sam. Bedankt, Elvis. Hé, wat? Met die mist wordt het net zoiets als zoeken naar een speld in een hooiberg. Het zicht zal beperkt zijn, ja. Dus halve snelheid het eerst ten oosten van Piekepolder Eiland zoeken. Over. Waar gaan we heen, pap? We gaan helpen zoeken naar Tom. Het zicht is nog slechter dan ik dacht. En er staat een sterke stroming. Ik hoor een boot. Ik ben hier. Hallo. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik zie niks op de radar. De remmenboot van Tom is misschien te klein. Allemaal goed je oren en ogen open houden. Ze horen me niet. Hey! Ik ben hier. Zat ik maar lekker in mijn helikopter. De wind waait noordwest. Het tij keert over 3 uurtjes. En er staat een sterke stroming. Daar. Daar zou Tom moeten zijn. En Sam is hier aan het zoeken. Op de verkeerde plek. De verkeerde? Sam, meld je, Sam. Karel, we luisteren. Je moet van koers veranderen. Tom moet ten westen van Piekepolder Eiland zijn. En veel verder uit de kust. Weet je dat heel zeker, Karel? Ik vis hier al jaren, Sam. Ik weet het zeker. Zo zeker als een visser kan zijn. Jenny, Ben, jullie hebben Karel gehoord. We gaan westwaarts. Begrijp, Sam. Hou je vast, jongens. Ik hoop van wel, Sarah. Ik hoop het echt. Oh, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. Een motor? Het is een boot! Hé! Hey! Hé! Hey! Ja! Goed gedaan, jongens! Jullie zijn er! Ah. Ik heb je, Tom. Oh, bedankt, jongens. Ik was al bang dat ik moest gaan zwemmen. Bedankt Karel maar. Hij zei waar we moesten zoeken. Ahoy daar! Bedankt Karel. Zonder jou had ik hier nog altijd rondgedobberd. Je bent een held. Dan is er vandaag toch nog iets goed gegaan. Onze pap is de beste. Hij is de coolste papa ter wereld. Als je dat ook vindt, doet er dan mee. Norbert, Jaap is de ster van de show, niet jij. Maar Jaap, kom niet opdagen. Ja. Oh, stop. Oh. De waterlelies. De reiger. De decor. We moeten brandweerman Sam bellen. Brand bij het zwembad. De kikkerfantasie gaat in vlammen op. Er is brand bij het zwembad. De kikkerfantasie gaat in vlammen op. We zien je daar, Arnoud. Wij nemen Venus en Jupiter mee. Maar dat gaat niet snel genoeg. Tom, je moet me optakelen. Komt in orde, Sam. Naar het zwembad.
Jaap? Jaap! Oh nee! Daar is Tom! Met brandweerman Sam! Oké, allemaal achteruit. Sam, ik kan Jaap niet vinden. Hij kwam niet op voor de kikkerfinale en hij is nergens... Hij zit vast in een kleedhokje. Wat? Hoe kan dat nou weer? Ik wilde de ster van de show zijn. Ik heb zijn deur dichtgelijmd. Het spijt me heel erg, brandweerman Sam. Ik wist niet dat de brand uit zou breken. Laat nu maar even zitten, Norbert. We moeten hem redden, maar ik heb hier geen enkele brandweerwagen. Oh nee, wat heb ik gedaan? Tom, ik heb een plan. Ik heb je hier nodig, nu meteen. Ik ga naar de kleedhokjes. Ze staan nog niet in brand, maar dat duurt niet lang meer. Ben je er klaar voor? Bijna zand, ga nu vullen. Het komt goed, Jaap. Weg van de deur. Oh, Sam! Ik heb je. Het komt goed nu. Tom, ben je zover? We zijn er, Sam. Elvis. Oké, Tom. Nee hoor, ik heb hem onder controle. We zijn veilig, mensen, maar het vuur is nog niet geblust. Tom, meer water. We gebruiken de brandslangen ook.